Het is nodig dat bedrijven en organisaties discussies voeren over de toekomst. Dit gaf Carla Reid, de CEO van Emergency Training Institute of Trinidad en Tobago, zaterdag aan tijdens een Local Content Development conferentie in het Royal Breeze Hotel. Reid vergeleek de situatie op de arbeidsmarkt tussen Suriname en Trinidad en Tobago met de conclusie dat salarissen in haar land gunstiger zijn, waardoor de noodzaak voor nieuwe lonen niet al zodanig aanwezig is. One of the things I would want to say is put the things in place ahead of time and have these discussions ahead of time. Meet with the stakeholder groups to discuss what do you need. I talked about the EMS legislation. I don't know what drug person did that legislation, but they clearly did not ask any industry. Someone talked about earlier the people with the shoes in the mud. Go to people with the shoes in the mud and ask them and be involved in developing curriculums, because while it may be an international curriculum, put the twist under international curriculums to meet your needs and the way you do things and how things are done here. So when I was hearing paramedics, that part of the paramedics is environmental. So we have to talk about hypothermia and those kind of things in Frostbite. We don't deal with a whole lot of hypothermia and frostbite in Trinidad, and I suspect you don't in Trinidad and Suriname. Reid zei verder dat gemeenschappen ook veel discussies moeten voeren over het toegankelijker maken van hogere scholingsmogelijkheden. Ruurt Jukema, vertegenwoordiger vanuit het Surinaams bedrijfsleven, meent dat Suriname vooral moet werken aan het verbeteren van haar banksysteem. In principe, als we kijken naar hoe dat nu gaat, dan lopen wij ver achter op wat er internationaal vereist is. Dus we hebben nog heel wat uitdagingen hier in Suriname. Dat wil niet zeggen dat we die kunnen oplossen, maar we moeten wel heel snel beginnen. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt vanmorgen, ik zal het niet herhalen. Maar het is wel 5 voor 12. Wat is ontzettend belangrijk? De bevordering van de competentiegroei. Ja, daarom staan we hier ook vandaan natuurlijk. Niet alleen als individu, maar ook binnen de organisatie. Ja, investeren in capaciteitsopbouw, dat is de bakermat om straks goed te kunnen functioneren in wat overgaat. Ja, technologieoverdracht, onderzoek, beleidsontwikkeling, al dit soort zaken zijn aan bod gekomen vanmorgen. En waarom is het natuurlijk ontzettend belangrijk? Jukema vindt ook dat bedrijven zich moeten richten op een strategische planning voor hun bedrijfsvoering. Hij benadrukt dat zo bedrijven meer local content kunnen helpen werven voor de arbeidsmarkt.